Maaiveld Festival start aanstaande donderdag met Ellen ten Damme. Ja, en niet Ellen ten Damme in de eentje, maar dat doet zij met ons eigen Apeldoornse orkest met de ereprijs. Dus het wordt een speciaal openingsconcert, speciaal voor Maaiveld gemaakt. Ja. Wat kunnen we nog meer verwachten? Nou, het is een heel uitgebreid programma, dus zowel voor jong als voor oud programma. Op donderdag hebben we bijvoorbeeld in de popzaal van Gigant hebben we Chagall. Dat is een muziek, elektronische muziekmaakster. En zij bedient haar lichtinstallatie en haar muziek met haar lichaam. Ze heeft daar technologie voor ontwikkeld. Heel bijzonder. Zeker de moeite waard om te gaan kijken. En voor kinderen hebben we bijvoorbeeld de voorleesvoorstelling Een Ober van Niks. Maar we hebben ook nog allerlei gratis voorstellingen, bijvoorbeeld circusvoorstellingen. Eigenlijk hebben we een heel groot variatie aan voorstellingen. En ook op een heleboel locaties, hè? Welke locaties? Onder andere Gigant en hier natuurlijk. Ja, en de Nettenfabriek hierachter, maar ook de Ambacht. En vergeet ik er nou nog één? Ja, ook veel hier op het plein gebeurt er. Dus ook dingen eigenlijk allemaal gratis toegankelijk. Is allemaal wel hier. Dus dat is veel plekken waar wat te doen valt. Maar allemaal hier een beetje op loopafstand van het stationsplein. We willen Apeldoorn laten zien hoe we met alle verschillende culturele disciplines die we hier hebben. Dans, theater, muziek, kunst. Hoe we daar met unieke crossovers in kunnen samenwerken. En dan kiezen jullie voor zo'n festival van 2 dagen gelijk, mag? Als je kijkt naar wat we allemaal te bieden hebben, dat is zo ontzettend veel, dat past niet op 1 dag. Dus we hebben gelijk gekozen voor 2 dagen. Het begint op Hemelvaartsdag, dus aanstaande donderdag om 2 uur. En we sluiten af aanstaande vrijdag met een heel tof concert waarin het Nederlands Jeugdorkest samenspeelt met Van Velzen, de band van Roel Van Velzen. En daarna zal hier op Stationsplein een heel tof eindvuurshow met muziek en van alles en nog wat zijn. Dus ik zou echt zeggen, vrijdagavond zorg dat je hier op dit plein staat. Betekent dat ook dat er mogelijk nog uitgebouwd gaat worden in de komende jaren? Oh, dat durf ik nog niet te zeggen. Laten we eerst maar even kijken hoe dit jaar gaat en hoeveel mensen daar komen. Maar we staan wel in de startblokken om voor volgend jaar weer te gaan organiseren. Maaiveldfestival.nl. Het hele programma staat terug te vinden. Wanneer zijn jullie tevreden? Nou, als het plein hier vol staat en ik allemaal mensen zie die heel erg blij en tevreden zijn en genieten van de voorstellingen, dan ben ik tevreden.